De ALV heeft besloten om de acties te verscherpen. Met dien verstaande dus dat wij alleen gaan naar woningbranden en naar een technische hulpverlening. En op basis waarvan precies? Nou, het is zo dat de leden onaangenaam zijn verrast van de maand. Dat hun gelden, de reguliere uurgelden, van december zijn stopgezet. Ze zijn niet uitbetaald geworden door de overheid. Wij waren 7 februari bij de minister en daarover hadden we ook al gesproken. En terwijl wij dus bezig zijn te praten, in dialoog zijn, worden we verrast dat die gelden niet zijn uitbetaald. Zonder ons op de hoogte te stellen. Wat was de reden van de minister? Nou, hij geeft aan dat er geen juridische onderbouwing is om die gelden uit te betalen. Terwijl wij het tegendeel hebben bewezen, middels juridische zaken, dat het wel betaald moet worden. En desondanks vindt hij dat het niet betaald moet worden en hij heeft het stopgezet. En een van de problemen waar jullie ook kampen als te zijn brandweermannen, is attributen die jullie hebben. Ja, dus voor wat betreft onze PSU, u weet dat wij vorig jaar ook al in actie waren daaromtrend. De leveranciers werden toen wel uitbetaald en het is een kwestie van tijd dus dat onze PSU te landen is. Want een leverancier gaat niet leveren zonder betaling. Ze willen dat niet meer. Het zijn meer buitenlandse leveranciers. En ze hebben hun geld ontvangen. En u moet weten dat brandweerattributen, PSU van ons, vervaardigd moet worden. Het is niet te koop in een winkel. Dus die zaken worden dan op maat gemaakt. Dat geldt voor de bluspakken, de bluslaarzen, handschoenen en dergelijke. Dus sinds oktober zijn dan de gelden betaald en we verwachten dan de eerste tranche in maart. We hebben besluiten genomen dat we de actie, of ja, het beraad waarin we zijn eigenlijk gaan verscherpen. We rukken alleen uit voor technische hulpverlening bij aanrijdingen waarbij er levensgevaar is van slachtoffers. En we rukken alleen uit voor woningbranden of zowel gebouwbranden. Dat is het besluit van de ALV. Dus er wordt geen waterlevering meer gedaan, want heel vaak, we kennen het probleem van de SWM. Er is een lage waterdruk in grote delen van Paramaribo en Wanica. Waarbij wij zelfs ook gevraagd worden om voor ministeries waterleveringen te doen. Dus dat is vanaf heden stopgezet. Ik merk dat de meeste werknemers van de KBS verhit zijn. Op basis waarvan? Hoe voel jij je als brandweerman? Nee, we zijn niet verhit om eerlijk te zijn. We zijn zo vaak bezig met hitte dat het gewoon in ons zit. Soms lijkt het erop, maar het is niet dat we verhit zijn. Want je moet de tegenpartij niet het gevoel geven dat de tegenpartij je geraakt heeft. Dit is jouw model? Oké, dit is ons model. Jullie zijn meerdere keren in actie geweest, maar er is niets uit de bus gekomen. Hebben jullie hoop dat er nu verandering komt in de situatie? Nou, dat wat je zegt is waar, maar vandaar dat we deze keer hebben besloten die acties meteen aan te scherpen. Omdat, ik praat dan op persoonlijke titel, ik ben een beetje moe. Of ik ben moe van het feit dat het overkomt alsof er steeds een loopje met ons wordt genomen. Je kan jezelf niet vet mesten en om door te gaan daarmee haal je dat wat wij verdienen eigenlijk van ons af. Je haalt het bij ons weg. Het werkt niet. Het werkt niet. Er zijn manschappen die in het veld zijn met bluskleding, die niet eens zorgt voor bescherming. En dan toch dat kleine beetje dat we nog hebben om te kunnen overleven weer bij ons wegnemen. Het gaat niet. Het gaat niet. We hebben wel aangegeven dat ze eigenlijk terug naar ons moeten komen. En dat ze de actie niet eigendunkelijk moeten opheffen. Dat heeft de ALV aangegeven. Want heel vaak is het zo dat we dus actie voeren. Men roept ons en men zegt we gaan niet onderhandelen met de mes op het keel. Nou, we begrijpen dat. Niemand vindt het prettig praten zo. Maar als we maanden, jaren zien voorbij gaan en een simpele bluslaars niet gekocht kan worden voor de manschappen, dan begrijpt u dat we op een gegeven moment ook zo op deze manier willen onderhandelen nu. Van, weet je, we willen tastbare resultaten. Laat ons een receipt zien of een bon dat aangeeft dat die laarzen al onderweg zijn. Dan kunnen we natuurlijk hier ijzer met handen breken. Dat als ze nu op een schip zijn, dat we die actie... natuurlijk, de mannen die geen laars hebben, hoeven niet uit te rukken. Tenzij je andere beschermende laars hebt die beschermend genoeg is. Maar verder denk ik dat we daarom hebben gekozen dat het bestuur dit keer terugkomt naar de ALV. Want we zijn het echt beu, de manier hoe wij behandeld worden. Er zullen sowieso mensen zijn die vinden, ja, ze doen het werk niet met liefde. Gebruik je verstand eindelijk. Als ik mezelf voor ongeluk of als ik mezelf niet kan voorzien, kan ik jou niet helpen.